medaille bijna terug. Ze weten veel van Curaçao. Je medaille is bijna weer van haar. Het is jammer, maar helaas. Kijk maar eens goed. Ze krijgt hem terug. Welkom bij Jobella's World. Oh, ik krijg weer een berichtje. Jobella, hierbij ontvang ik je een van je laatste missies op Curaçao. Als jij je medaille terug wil zien, ga dan op zoek naar een vogel die groter is dan jezelf en niet kan vliegen. Groet Mr. X. Daar moet ik wel even over nadenken hoor. Ik weet het! We gaan naar de struisvogelfarm. Dat is achter ons huis. Let's go! Bij de aankomst kun je in de souvenirwinkel kaartjes kopen voor een rondrit over de boerderij. Geef nog niet op. Ze zijn wel dichterbij, maar ik geef niet op. Er zijn allerlei Afrikaanse beelden. Er zijn terraria met slangen en met vogelspingen. Brrr, gelukkig lopen die niet los. Dit is een grotere strand en een speeltuin. Ik houd ze allebei goed in de gaten. Ik denk dat het er niet gaat lukken om die vogels te vinden. Ieder uur vertrekt een tour in de safari terug. Kom niet zonder begeleiding in het park. Hey, een uitkijktoren. Ik wil weten wat ik daar allemaal kan zien. Ze is nu dichterbij dan ooit. De medaille die zal ze wel weer terugkrijgen. Ik moet een plannetje te verzinnen om haar te blijven volgen. Ik ga echt wat super spannend doen. Wil je dat zien? Kom dan maar met me mee. Maar pas op, stil zijn, want niemand mag me zien. Oh, de deur zat nog op slot. We gaan nu in het donker zwemmen. Haha, ze is afgeleid. Ik ga nu een onmogelijke missie plannen voor morgen. Hoe mogen jij dat dan doen, baas? Hoe dan? Nou, wacht maar. Je zal het wel zien. Wij blijven wakker. Tot de volgende ochtend.
Go! Hey Bas, die tijd is toch onmogelijk? Ja, en dat is de bedoeling ook, Eddie. Als ze het niet haalt, is de medaille van mij. Zo, Joella, 4 minuten 50. Hey Bas, het is er weer gelukt. De missie heeft ze gehaald. Naast dat ze een inwonende is van Curaçao, is ze ook nog topsporter. Ja, ze zal beloond worden. En de medaille heb ik al klaargelegd met de laatste opdracht. Ik ga iets verzinnen om haar te blijven volgen. Bah! Lichtje! Oh, ik ga hem voor je lezen. Jammer genoeg, hè. Is het je weer gelukt? Bij deze heb je je medaille terugverdiend. Je kunt het vinden bij het grootste huis van jullie resort. Gij zoekt en gij zult vinden. Groet Mr. X. PS, ik ben dichterbij dan je denkt. Sis, ik weet het. We moeten naar het grote groene huis. Kom maar mee. Bas, ze is nu dichterbij dan nooit bij de medaille. Ja, Eddie, ik heb een plan. Ga jij met ze mee naar de volgende avonturen van Joella en hou haar in de gaten. Ja, dat doe ik. Daar zou het dan kunnen zijn. Je medaille en een echte douche Curaçao nummer 1 trofee. Groet Mr. X. PS, Mr. X blijft altijd in de buurt waar je ook bent. We hebben onze medaille terug en een beker. Yay! Pap, mam, ik heb een medaille terug en een mooie beker. Wauw, die is mooi. Het waren moeilijke missies. Mijn missies zijn volbracht! Hey Bas, wat is het plan? Nou Eddie, ik wil dat je met Joella meegaat. Kijken wat ze in haar schild voert. Ja, ik ga mee. Ik ga al. Doei! Ik laat in het kort nog meer van mijn avonturen zien. We hadden zoveel spullen bij ons, zo kwam op Curaçao aan. Met al onze koffers, dat redden we wel. Editie NL op RTL 4 vond onze zin heel bijzonder. Zo lieten we zien hoe we kerst vierden op Curaçao. Wij vierden dit bij hele lieve vrienden van ons. We werden ook uitgenodigd door een hele lieve vriendin van Jaila. We mochten met het Rode Kruis mee. Wij zijn met Radioactive 104.5 mee geweest. We zijn weer bij Sambiel voor de barbecue. Maar het was wel een feestje, zeg. Bussen vol muziek. Vrachtwagens die helemaal mooi zijn. Normaal wordt het gestopt voor het carnaval. Maar nu hebben ze voor deze dag ook speciaal gebruik mogen maken van alle wegen. Voetbalkaartjes gewonnen bij Dolfijn FM. Heel veel mensen luisteren
naar Dolfijnenwem. We gingen met de vrolijke bus mee. We gingen naar de wedstrijd die heet Curaçao Costa Rica. We moeten even staan voor het volkslied. Het was een spannende wedstrijd en er werd superveel gefeest. Helaas won Costa Rica 2-1. De beroemde Tony Castro zong ook nog even een liedje voor ons. We hadden zelf sneeuw op Curaçao. Wel door een sneeuwmachine, hè? Maar het belangrijkste van ons avontuur, Jaina, en wij allemaal hebben allemaal genoten. Nog even de laatste duik voordat we weer gaan naar Nederland. We hebben hier echt met heel veel plezier gewoond op Curaçao. Nu gaan we weer naar Nederland in de kou. Naar het huis. Dat is wel een beetje jammer, hè? Ja. De rolstoel en de looptrainer zitten gewoon voorin bij de stoel. Dit is echt een hele grote taxi. Hier hebben we papa. En voor nog Jayla. Jayla. Hier bij JC. Alle koffers gaan weer mee terug. Hier liggen alle koffers en nu zijn we aan het wachten wanneer we de koffers allemaal kunnen inleveren. Samen met Jayla wachten tot we het vliegtuig in mogen. Daar staat ons KLM vliegtuig. We zijn lekker aan het feest vieren, maar ik ben inmiddels mee naar Nederland met Joella en Jayla en dat malle broertje. Ik hou ze in de gaten.